mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Op dit moment staan we bij een hele vertrouwde winkel, namelijk Huilkan. Het is nu voorjaar, het is fucking warm weer. Maar we dachten, weet je wat, we gaan even kijken hoe het er nu voor staat. We zijn namelijk een aantal maanden hier niet geweest, sinds oud en nieuw niet. En ja, ik ben best wel benieuwd of ze nog wat hebben staan of iets, of misschien nieuwe producten al. Dus ik zou zeggen, we gaan even kijken nemen in die winkel. Ja mensen, we staan weer in de showroom, in het voorjaar gewoon. Het is op dit moment natuurlijk niet de tijd voor vuurwerk. Maar het is wel echt nice om hier nu te zijn, want ik was hier niet geweest sinds oud en nieuw. Dus dit is de eerste keer in 2017 dat ik hier weer ben. En dan voelt het echt alsof het nog december is. De kerstboom staat er ook bijvoorbeeld nog. Echt alsof hier niemand is geweest. Kijk, die kerstboom daar zo staan. Al die dummies hier zo. Ik ga zo meteen ook even kijken of er beneden in de bunker al wat staat. Of nog staat. Het is altijd lastig om in deze periode van het jaar om te zeggen of het nou afgelopen jaar was, oud en nieuw. Of dat het dit jaar nog was. Al het stofje dat hier ligt moet nog even weggehaald worden. Want... Sta hier al sinds januari een kappenopje, hè? Ja, sinds januari... Wat weet je nou? Ja, ik vind het wel triest dat er sinds januari geen klanten meer zijn geweest hier. Ja, dat vind ik ook een beetje jammer, maar wat sta je toch aan voor lul, hè? Zijn de oliebollen nog warm? Ja mensen, kijk hier de kerstboom staan. Heel erg droog. Zo in het voorjaar. Maar hey... Voor je het weet is het weer zover, dus dan kan je maar beter laten staan, toch Albert? Ja precies, af en toe hebben we bijna zin dan, hè? Klopt. De Hellraiser. De Hellraiser. Ja, van de vuurwerkshop. Ja mensen, we lopen hier dus nu in de shop nog eventjes. Vul maar door, cameraman. Mensen, vanaf nu kan je gewoon al bestellen. Zoals ik natuurlijk vorig jaar in de video toen we hier gingen bestellen had aangegeven. Je kan nu al vuurwerk bestellen. Dus die webshop die staat nu al online. Het is nu het voorjaar natuurlijk. Maar echt serieus, die prijzen, bij wijze van spreken, deze is nu voor 60 euro. En bij wijze van spreken staat die op de website nu voor 20 euro. Bij wijze van spreken, hè. Dus het is zeker even de moeite waard om nog eventjes de webshop haalkanvuurwerkshop.nl even in de gaten te houden. Want ja, dat doen we natuurlijk puur om het feit dat ik echt helemaal achter deze winkel sta. Qua producten, maar ook qua... Ja, dat ze het hele jaar door verkopen, want Huilkan was de allereerste die dat deed. En je kan natuurlijk nu al alles kopen, maar je kan het natuurlijk nog niet ophalen. Het is niet zo dat dat Albert hier zo met zijn PostNL karretje het gelijk morgen komt afleveren. Zo werkt het niet. Ja, het is natuurlijk fucking nice dat die webshop al open is. En dan heb je natuurlijk, sommige mensen hebben nu al wat meer geld over, omdat het natuurlijk voorjaar wordt of zo. Ik weet niet hoe het zit, maar als je wat geld over hebt, dan zou ik het nu doen. Dan hoef je dan niet meer uit te geven, ja toch? Ja mensen, de Thunder Kings. Nog op voorraad. Ja mensen, in het voorjaar, er staat nog wel wat, maar in december stond het hier zo vol, hè. En kijk, je kan hier gewoon nu gewoon je kont keren, joh. Toen niet, hè. Kijk dan. Het is gewoon poef, man. God, wat dan. Ja joh, er staan nog Thunder Kings. Waar staan ze? Dus als ze... Worden, maar ja, ze worden niet verboden, hè. Deze stond wij ook, hè. Way of Dragon, dit jaar. Afgelopen jaar. Ja, wat is het nu dan? Afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar. Of is het dit jaar nog? Ja, afgelopen jaar. Dit jaar en net afgelopen jaar. Deze hadden wij ook. Ook sick hoor, dat is. Deze natuurlijk al gehad. Ja, er staat nu echt veel minder. Ik weet nog, we hadden hier echt niet om te lopen, hè. Moesten we echt gewoon echt zo lopen en die tassen, die dozen erin doen. Dit was het pasto. Ja. Niet normaal, joh. Kom maar. Zeg maar, alle zijkanten van de deur, dat was even vol. Ja, dat is echt niet normaal. Ze
zie je maar weer dat het populair is, dat vuurwerk. Toch? Zenatria. Ik hoop dat dit jaar wel de Zenatropie doorgaat. Wie had dat gedacht, mensen, in het voorjaar? Vuurwerkwinkeltje. Ja, mensen, op dit moment zijn we weer in de auto terug naar Delft. Zoals jullie konden zien, hadden ze best nog wel wat op voorraad in de bunkers daar zo en zo. Maar ja, het is natuurlijk nu in deze tijd van het jaar hebben ze natuurlijk niet die hele bunker vol zoals normaal. Maar het was toch wel fysiek om nog die producten te zien. Ik had Albert en natuurlijk de zaak had ik al sinds oud en nieuw niet meer gezien. Dus ja, altijd leuk om nog daar even te komen. Ik dacht gewoon eventjes kijken of ze nog wat te doen hebben en zo. Ik denk dat ik binnenkort weer terug ga. Misschien wat, binnenkort wordt er waarschijnlijk weer een levering gedaan. Dat die bunkers weer een beetje gevuld worden. Omdat er natuurlijk nu ook bestellingen kunnen gedaan worden door mensen op hun webshop. Ja, dus dan ga ik er natuurlijk naartoe en dan zal ik misschien wel even meehelpen. En dan neem ik ook de camera mee. Dus ja, jullie zullen het binnenkort wel zien. Voor nu zou ik zeggen, vond je deze video leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Iedere zondag om 12 uur een video. Tot nu toe hebben we het allemaal weten te flikken gewoon. Zie jullie volgende week. Ciao.